Ik ga in deze video namelijk naar de Solo. Ik ga bij de Solo shoppen en ik ga jullie gezellig meenemen. Nou ja, mocht je de Solo niet kennen, ik ken het eigenlijk ook echt pas sinds, wat zou het zijn, 3 weken denk ik nu. Een vriend van mij die is laatst bij de Solo in Zwolle geweest voor een feestje voor haar 21 dinner. En ze zei, Floor, je moet daarheen. Ze zei van, maar wat is dat dan? Toen legde ze dus uit. Het is een mega grote partywinkel eigenlijk. Je hebt er echt van alles. Als je een feestje gaat organiseren, maakt niet uit welk thema, je hebt er alles. Nou ja, en ik ga dus nog mijn 21 dinner vieren en een Halloween feest. Dus ze zei, je moet erheen, want er is ook echt heel veel Halloween. Dus ik dacht al gelijk, daar moet ik heen. Dus vandaag ben ik naar de Solo geweest in Enschede, want ik moest ook naar school. Dus ik dacht, dan combineer ik die twee dingen. Ik zit ook in Enschede op school. Dus ik ga jullie gezellig meenemen in deze video. En aan het einde van de video doe ik nog een mega shoplog. Want ik heb echt heel veel gehaald. Dus stay tuned voor dat. Dus heb je zin in deze video en ben je benieuwd wat ze nu bij de Solo allemaal verkopen? Doe dan even een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Daar maak je me echt ontzettend blij mee. Dus laten we snel naar de Solo gaan. Nou, eigenlijk kom je dus al gelijk hier zo binnen en je ziet dan echt van alles staan. Red cups, spelletjes, echt alles feestgerelateerd. Maar echt bizar veel spelletjes. Dus dat is altijd leuk voor een avondje als je gewoon met een vriendin in de kate zit of zo. Maar ook dus met een Halloween avondje of een verjaardag of zo. Maar de meest gekke dingen kwam ik hier tegen. Zo kwam ik ook deze party shotglaasjes tegen en die zouden ledlampjes moeten hebben. Dat is ook wel heel erg leuk voor een neonfeestje of zo. Eigenlijk ging ik vrij snel naar boven, want ik wist dat boven echt de Halloween decoratie zat. Omdat ik hier de laatste keer ben geweest. En toen zag ik het hier dat het opgebouwd werd. Dus ja, ik kon niet wachten om even boven te kijken. Zoals ik zei, hebben ze hier echt mega veel red cups en heel veel pingpongballetjes. Dus dat is altijd handig voor een feestje. Vond ik ook heel erg leuk. Maar ik dacht, ja, dan wil ik er gelijk meerdere hebben. Want dan kun je daar bijvoorbeeld chips in doen. Dus dat werd me eigenlijk iets te gek. Deze ballonnen heb ik dus meegenomen. Ik vond ze echt super schattig eigenlijk. Viel ook echt gelijk op deze Happy Halloween slinger. Het is dus van ballonnen gemaakt en die kost €4,95 en die kun je dan zelf aan een touwtje rijgen en dan heb je eigenlijk een hele slinger. Tijd om verder te lopen, toen kwam ik eigenlijk een beetje bij, ja, wat was het, van alles en nog wat. Heel veel hondenspeeltjes, gekke, echt van die gekke dingetjes wat je eigenlijk nergens tegenkomt. Dat was hier echt allemaal. Je hebt hier echt alles eigenlijk. Van spelletjes tot dingen voor je auto, voor buiten. Echt, wat kun je wel niet vinden hier. Het is echt bizar groot. Mochten jullie dit trouwens leuk vinden als ik een Shop With Me op deze manier film. Dat ik dus de voice-over later opneem. Let me know in de comments. Want dan kan ik iets uitgebreider eigenlijk op bepaalde producten ingaan. En heb ik wat duidelijker beelden. Maar als jullie zeggen, nee Floor, neem ons gewoon mee met die camera de winkel in. En laat ons gewoon op dat moment zien en zeg wat je op dat moment wil. Dan ga ik dat voortaan doen. Maar dit keer heb ik het even op deze manier gedaan. Dus laat me zeker weten wat jullie dus een fijnere manier vinden. Ook zag ik dus deze poephanger of zo. Echt, ik ging helemaal stuk toen ik het zag. Dat is dus voor de wc of zo. Maar in ieder geval heel veel luchtverfrisser en dingetjes hadden ze. En dit vond ik ook nog wel grappig, deze sticker. Dat is natuurlijk ook wel een beetje Halloween-achtig. Maar uiteindelijk heb ik hem niet meegenomen, want ja, ik heb het niet per se nodig. Ja hoor, we komen steeds dichter bij de Halloween gedeelte. Ze hebben echt ontzettend veel kostuums. Voor kinderen, voor ja, oudere mensen.
Echt verschillende maten, verschillende dingen, verschillende printjes. Echt super leuk om daar even tussen te kijken. Check al die glitters ook. Echt, love it. Helemaal flabbergasted eigenlijk van alle dingen die ze hadden. Ik vond het echt super leuk. Sommige dingen zijn wel wat prijziger. Zoals deze skelet die danst of zo. Die is €80. Maar ja, het is wel natuurlijk grappig. Maar ik hield het. Het werd mij iets te gek voor €80. Deze oogballen vond ik ook heel erg leuk. Dat kun je bijvoorbeeld door een punch of zo of door een drankje doen. Nou ja, en ze hebben echt bizar veel maskers en kostuums. Nu heb ik dus al een kostuum, dus die heb ik niet nodig. Maar ik kon het niet laten om toch een paar even te testen en te kijken hoe dit stond. Mijn god, toen ik dit zag, ik dacht echt, oh wat vies. Ze hadden een soort van hersenen en harten en afgehakte vingers en allemaal dingen met bloed in bakjes. Ik dacht echt, oh my god, wat is dit vies. Maar wel grappig als je bijvoorbeeld een plaat hebt met allemaal eten en lekkere snacks, dat je dit er dan tussendoor zo heen legt. Maar ik vond het iets te prijzig om voor een plaat met snacks mee te nemen. Je kan het misschien zelf ook wel maken met iets. Misschien met eten of met snoep of zo. Geen idee. Maar ik denk dat je hier ook wel een leuke do-it-yourself van kan maken. Maar ik vond het in ieder geval echt heel smerig toen ik het zag. Ik ben dus terug van de solo en van school. Dus ik ben een beetje verwilderd. Ik heb er al een hele dag op zitten. Maar ik heb dus echt best wel veel gehad. Dit is namelijk niet het enige. There's more. Laten we snel beginnen. Ik vier dus dit jaar een Halloween feestje. En ik heb een hele zaal eigenlijk waar ik dat ga doen. Dus ik dacht, dit wil ik gewoon helemaal leuk decoreren. Nou heb ik al het een en ander gehaald bij de Action. Ik heb nog gewoon eigenlijk best wel wat dingen gehad. Op AliExpress ook nog. Op Shein. Dus ik heb al een heleboel. Maar toch waren er nog wat dingen die ik nodig had. Dus dat heb ik eigenlijk de laatste dingen hier allemaal gehaald. Laat ik dan beginnen met het eerste item wat ik daar heb gehaald.
Het is echt grappig, want alles daar met Halloween, zeg maar, die hele assortiment daar is dan helemaal donker. En dan ja, waan je je echt in een soort Halloween wereldje. Dus dat vond ik echt heel erg leuk. Maar dus eigenlijk alles wat ik bijna heb gehad is dus eigenlijk Halloween. Voor mijn feest. Maar dit is het eerste wat ik heb gehaald. Dit is eigenlijk gewoon een bord. Dit is ook gewoon van, hoe noem je dit eigenlijk? Ik weet niet, gewoon van papierachtig is iets, karton. Maar er staat op, welcome to a hell of a party. En het grappige is, bij het zaaltje waar ik zeg maar dat feestje vier, heb je echt een soort houten schuifdeur waar je naar binnen moet, voor je naar binnen kan. Dus ik wil die hele aanloop daar naartoe helemaal spooky Halloween maken met allemaal kaarsen en spoken en dingen. En dit wil ik dan zo op de voorkant van die deur zo hebben hangen. Je kan hier zeg maar, kijk, dit kun je los doen en dan kun je daar draadjes doorheen doen. Dus dan kun je het ook ophangen. Dus die heb ik gehad. Dan heb ik deze Halloween slinger gehad. Alles wil ik gewoon van binnen en van buiten helemaal gezellig versieren. Zodat het gewoon helemaal Halloween stijl is. Ik vond deze echt heel erg leuk. Zo ziet het er eigenlijk uit. Je hebt dus de Evil Pumpkin, een vleermuis en een spookje. En dat zit dan hier zo in de verpakking. Nou, dit is toch helemaal leuk. Het volgende wat ik heb gehad zijn Halloween stickers. En dit vond ik ook wel heel erg leuk om overal een beetje te verspreiden. Misschien ga ik zelfs nog een hoekje maken met een soort fotobooth. Dat ik dit er dan ook bij doe. Dat moet ik nog even kijken. Maar ik heb in ieder geval genoeg om mee te decoreren. Dit zijn de stickers. En ja, dit zijn wat bloederige stickers. Een hand. Er staat iets met... Wat staat daar? Ik heb geen idee. Iets met want you, want to play a game. Do you want to play a game? Nou ja, dit wou ik. Zul je net zien, hè? Komt net de vuilniswagen, de containers leeg. Het volgende wat ik heb gehad is deze Halloween party popper. Dit vond ik ook heel erg leuk. Ik ben heel erg benieuwd wat hier dus uitkomt, want het is echt een special Halloween edition. Dus misschien komt er allemaal Halloween confetti uit. Dit wil ik gewoon om 12 uur zo poppen. Dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Dus dat is deze party popper. Dan heb ik nog een tafelkleed gehad. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als die bloederige stickers. Dezelfde vibe. Dit zijn gewoon allemaal bloederige ja, patronen en dingetjes. Ik wilde denk ik of een zwarte of een witte doek onder doen. Zodat, of tafelkleed. Zodat dat echt eruit spat zeg maar van de tafel. Maar ik wilde zo'n hele snacktafel maken met allemaal snackdingen, Halloween, chips, snoep, alles. Drankjes, dus dan komt dit heel erg goed van pas. Dus ik ben echt heel erg benieuwd hoe dit eruit komt te zien. Dit is dus plastic, dus dit is wel mooi afneembaar. Dan had ik deze nodig voor mijn outfit. Ik wil eigenlijk niet zeggen wat voor outfit ik ga dragen. Dat ga je, ik wil zeggen op mijn Instagram zien, maar ja, die heb ik op privé staan. Dus misschien dat ik er nog wel een keer deel of zo op YouTube of zo, een post dat ik zeg happy Halloween en dan een foto van mijn outfit en mijn make-up ga doen. Ik weet trouwens niet of ik dit jaar een Halloween make-up look ga filmen. Ik ga namelijk dus wel echt een hele leuke look doen. Maar ik weet niet of ik het ga filmen. Het is natuurlijk wel een traditie, dus misschien moet ik dat wel gewoon doen. Het is wel leuk, maar het kost echt heel veel tijd. Maar goed, dat moet ik nog even zien. Maar ik heb in ieder geval, deze had ik nodig. Ik kan verder niks over zeggen, want mijn vriendinnen kijken dit denk ik ook. Een lint met partyzone, rode vlaggetjes, altijd goed. Deze weet ik wel uit mijn hoofd, deze waren maar 99 cent. Dan nog een slinger. Dit zijn eigenlijk ja, ballonnen aan een slinger. En dit zijn Happy Halloween letters. En dit kun je dan zo ophangen. Dat vond ik wel heel erg leuk. In het kader van Halloween make-up heb ik dit ook nodig. Ik heb vorig jaar eigenlijk al mijn Halloween bloed opgemaakt. Dat voor de make-up. Dus ik had nieuwe nodig. Ik heb hier de zombie bloedspray. En volgens mij is dit dus zo'n spray. Dat als je hem sprayt, dat hij echt spetters maakt van bloed. En dat is precies wat ik nodig heb. Ik heb het altijd in mijn Halloween looks. Ik zal anders die video's even hierboven linken. Heb ik het altijd met een spons gedaan. Dan maakte ik, ja, deed ik bloed op die spons. En die spons depte ik dan zo over mijn gezicht. En dan kreeg je ook van die spatjes bloed. Maar je hebt dus ook een spray. Dus dat is wel wat handiger. Dus ik hoop dat dit het gewenste resultaat gaat geven. Maar dit is echt helemaal handig. En ik heb dus een tube met nep bloed voor mijn make-up look. Dus dit was ook zeker nodig. Ballonnen, die kunnen ook niet ontbreken bij mijn feestje. Ik heb deze ballonnen gehaald. Dit zijn eigenlijk evil pumpkins en spookies. En dit zijn volgens mij 12 stuks ballonnen. Even kijken. Oh, 10 stuks. En ik dacht, deze vind ik ook leuk, want dit past helemaal ook bij tafelkleed en de stickers. Dit zijn namelijk ook van die bloederige ballonnen met handjes en trick or treat. En daarin heb je er 6. Wat staat er? Ja, 6. Dus ballonnen.
We zijn er nog steeds niet. Ze hebben ook allemaal red cups. Dus ik had al bekers, maar ik had nog wat meer nodig. Ze hebben daar ook gewoon glazen en zo bij het zaaltje waar ik dat feest ga vieren. Maar ik vind het toch wel fijn om soms even wat plastic of zo, of papieren dingetjes te hebben, zodat het niet allemaal kapot gaat. En het staat ook gewoon leuk met al dat rood, met die bloed. En nou ja, het staat gewoon leuk op die tafel dan straks. Dus ik heb 10 stuks red cups gehaald. Niet heel bijzonder, maar dit. Goed, dat was de eerste zak. Dan ga ik door naar het tweede. En moet je nagaan dat ik ook nog gewoon Halloween dingen had. Oké, eens even kijken. Ik ben namelijk ook dus nog even naar de Xenos geweest. Maar dat laat ik zo wel even zien. En dit heeft niks meer met Halloween te maken, maar eigenlijk met mijn 21 dinner. Ja, ik kan eigenlijk niet zeggen wat het wordt voor een thema. Want ja, mensen kijken dit. Die komen op mijn 21 dinner. Dus helaas kan ik dat niet zeggen, maar misschien kun je het een beetje gokken. Ik heb in ieder geval zilveren enveloppen gekocht. En hierin ga ik de invites, de kaarten, uitnodigingen stoppen. Strikjes die ik heb gehaald met zilveren glitters erop. Daar heb ik er 2 van gehaald. Deze is namelijk voor de kok. En voor de ober. Ik ga ook niet zeggen wie dat zijn. Ik heb confetti gehaald. Wit met lichtblauw. En dan was dat eigenlijk alles wat ik bij Solo heb gehaald. Nou heb ik ook nog wat dingetjes bij de Xenos gehaald voor het feestje. En ook voor de 21 dinner. Want ik was er toch mee bezig. Dus dat laat ik nu ook toch wel even zien. Ik heb nog wat lijsten gehaald. Deze waren toevallig ook 25% in de korting. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Maar wat ik hiermee ga doen, ga ik ook niet vertellen. Want dit is voor mijn 21 dinner. Maar ze zijn in ieder geval zilver gekleurd. Maar meer kan ik helaas niet over vertellen. Maar hele leuke lijsten. Ik heb er nog meer in de tas. Maar die laat ik daar even in liggen. En dan de laatste 2 items van de Xenos en van deze shoplog voor mijn Halloweenfeest zijn deze bakjes. Dit zijn 5 papieren bakjes. En daar staat dan op Halloween en dan gewoon allemaal tekeningetjes erop. Maar ik dacht, hier kan ik snoepjes doen, chipjes, nou ja, van alles voor het feest. Altijd handig. Dus dat heb ik gehaald. En dan heb ik nog bij de Xenos deze gehaald. En deze vond ik echt heel erg leuk, want dat kan dan ook helemaal op die leuke tafel komen. Dit zijn namelijk lollies met een skeletten. Ja, hoe noem je dat? Stok. Ja, dat staat natuurlijk helemaal leuk op zo'n schaal. En dan van deze enge, creepy lollies. Dus dat is eigenlijk alles wat ik heb gehaald bij de Solo en dus bij de Xenos voor mijn Halloweenfeestje. En een klein gedeelte voor mijn 21 dinner. Dus ja, ik kan niet wachten om het te vieren. Ik dacht, ik heb het dan alvast in huis. Maar heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En laat me zeker weten of jij wel eens van de Solo hebt gehoord. En wat jouw favoriete item is van de Solo. Dus let me know in de comments. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!